Ik weet dat je niet in de vlog wilt. Ja, maar ik... Je komt veel meer binnen. Maar Niek is een tijdje eventjes een beetje van de radar verdwenen. Wordt gewoon geknipt in het casino. Hey. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is het dinsdag. En als het goed is, is er vandaag een zonsverduistering, Wim. Is die al klaar? Is die al klaar? Ja. Ben ik te laat? Het was om 12 uur. Heb ik hem echt gemist? Potjandori. Moment van de dag en ik mis het. Nou, oké, kijk, je ziet nog een heel klein stukje, zag je daarnet. Dat het zwart. Ja, oké, nu ga je het niet meer zien. Zie je dat stukje daar aan de linkerkant? Alsof het zeg maar een hapje er is uitgenomen. Ah, je ziet het nog een heel klein beetje. Nou, wat leuk, joh, hé. Hey. Wat indrukwekkend, jongens. Heb ik het toch eventjes gezien? Ik zou eigenlijk nu gaan boksen met Melvin Manhoef. Een professioneel kickbokser. Alleen dat ging niet meer door, want ik zou met Steven gaan en Steven kon op het laatste moment niet meer. Dus dat gaan we maandag doen, dus dat komt in de volgende vlog alweer voorbij. En natuurlijk in de serie van Kratje naar Sixpack. En jongens, ik moet zeggen, het gaat echt goed. Ik zie het al gelijk hier in mijn... Ja, sorry, ik kijk nu even in het dingetje. Maar je ziet al gelijk, zeg maar, mijn kaaklijn komt alweer een beetje terug. Dus ik ben tevreden, jongens. En ik moet zeggen, ik vind het prima. Het eten gaat goed. Ik heb eigenlijk nergens last van. Het enige wat ik mis is af en toe misschien een keer een gezellig een biertje doen of zo met mijn vrienden. Ik heb lekker de hele ochtend geëdit. Maar ik ga me nu eventjes klaarmaken. Want ik ga richting Haarlem. Want ik ga samen met mijn ouders naar de accountant. Ruben is er niet bij. Maar er moeten nog allemaal dingetjes worden geregeld voor het huis. En dat gaan we dus nu regelen. Dus ik ga me even omkleden. Dus ik ga me eventjes omkleden en dan gaan we richting Haarlem. Zo, jongens, het is echt heel erg leeg in de garage. Iedereen is vast wel aan het werk, net als ik. Nou ja, oké, ik maak er wel een grapje over, maar in principe is dit wel mijn werk. Kijk, ik maakte er zeg maar net een grapje over, zo van, iedereen is aan het werk, net als ik. Maar eigenlijk is dit natuurlijk gewoon mijn werk. Zoals ik net ook al zei, ik ga dus nu richting Haarlem naar de notaris. Maar ik besef nog steeds niet dat ik gewoon samen met Ruben een huis heb gekocht in Amsterdam-Noord. En hoe speciaal dat eigenlijk is dat wij op deze leeftijd en ook samen als broers gewoon samen een huis kunnen kopen, weet je. Het is toch bijzonder of zo. Ik ben daarom ook heel erg blij met Ruben als broer en dat we zo'n goede band hebben. Dat is echt heel fijn en bijzonder. Want dat hoor je niet altijd. Daar zijn we dan, jongens. In het o zo mooie Haarlem, jongens. Dit is de stad waar ik ben opgegroeid. Ja. Dat mag. Kijk eens wie er aankomt rijden. Mijn papa. Nee, maar ik wilde net zeggen, kom ik me naartoe, er wil niemand op de foto. Maar ik wilde net zeggen, ik ben in het o zo mooie Haarlem. En hier ben ik natuurlijk een soort van opgegroeid. Hier ergens in de buurt. Dus ik ben hier wel echt heel veel geweest tot mijn 19e, 18e. Dat was hem weer, hè? Wil je bij mama blijven? Nee, nee. Mama vraagt altijd heel lief of ik blijf eten. We kunnen wandelen en we kunnen winkelen. En nee. We met papa eten. Hey, pap! Nee. Weet je wat, ik ga een koffietje halen bij papa. Nee. Jawel. Even koffie. Nee, ik ga naar huis. Oh. Zal ik een wip afslaan maken? Nou, iedereen gaat thuis. Nou, jongens, dan ga ik ook maar lekker naar huis. Zo, jongens. Ik ben net de hele tijd bezig geweest hier op mijn computer. Want ik heb een YouTube video van 20 minuten gevolgd. Alle stappen gevolgd. Hoe ik echt een hele goede thumbnail kan maken. Niet voor mijn vlogs, maar voor ander soort video's. Dus dat is leuk. Maar het is tijd om naar Haarlem te gaan. Alweer. Want ik ga gezellig richting Niek. De jongen die niet in mijn vlog wilt steeds. Helaas. Maar goed, ik ga lekker bij hem eten, dus let's go! Hallo? Ik weet dat je niet in de vlog wilt. Ja, maar ik je komt veel meer binnen. Ja, maar ik weet dat je niet in de vlog wilt. Maar ik ben gewoon echt heel erg benieuwd hoe het met Minoes is, ten eerste. En hoe is het? Hoe is het met jou? Niet veel meer geestig. Ik kom van de street. Ik ben van de street. We zijn er, jongens. En kijk eens, Niek gaat voor mij koken. Een nieuw truitje. Ja, denk het wel. Denk het wel. Niet vaak aangehad nog. Oh, mooi. Mooi, hè? Tik hem aan. High five op je beeldscherm. Hey. Kijk, jongens. Niek heeft ook al gewoon een katje. Kijk, Minoes. Hey. Ik ben ook echt... Ik zei net al tegen Niek, elke keer als ik zeg maar bij iemand ben die katten heeft, dan gaat het kriebelen. Hey. Doe eens even normaal. Ik ben allergisch van katten. Ja, ik dus ook. Serieus. Oh. Kijk eens even, wat een chefkok, hè. Dat is niet normaal. Niek, vertel eens even, wat heb je gemaakt voor mij? Even kijken, moet ik even in de prullenbak kijken. Hoe heet ook weer die rijst? Dit is rijst, meer zadenrijst. Oké. Okay. Van zaad. Oké, okay, ja. Je hebt een zaadjongetje, dat weet ik. En dan hebben we biefstuk, pepersteak. We hebben bimi, dat is een combinatie tussen asperges en broccoli. Mooi. Aspergeboontjes, pak soi. En een hoshin saus. Nou, het klinkt helemaal fantastisch. Wij gaan lekker eten. Wat zo. Zo, we gaan er weer vandoor, jongens. Het was even gezellig bij Niek. Niek heeft lekker voor me gekookt. Gezond ook nog eens. Dus ik ben helemaal gelukkig, jongens. Ik ga weer lekker naar huis.
Zoals jullie misschien opvalt, is Niek de laatste tijd minder in mijn vlog. Daarvoor was hij echt wel vaak in mijn vlog en deden we ook veel samen. Maar Niek is een tijdje eventjes een beetje van de radar verdwenen. Omdat voor de mensen die Niek volgt, Niek zijn vader die is overleden. Ik denk nu 3 maanden geleden, 4 maanden geleden. En hij was al heel lang ziek. Dus ja, het zat er wel aan te komen. Maar Niek die heeft een tijdje echt even lekker rust genomen voor zichzelf. Natuurlijk Expeditie Robinson meegedaan. En dus hij deed gewoon even wat rustiger aan. En hij had ook helemaal geen zin in camera's en in andere dingetjes. En dat respecteer ik ook gewoon. En ja, wat ik zei, hij was gewoon eventjes een beetje van de radar af. Even wat rustiger, maar dat lijkt me ook logisch. Helemaal als je je vader verliest. Ik zou er echt niet aan moeten denken. Maar goed jongens, vanaf nu komt hij weer vaker in een vlog. En ik weet dat jullie het leuk vinden. En ik vind het ook fucking leuk om met Niek te chillen altijd. En Niek blijft nog steeds mijn beste vriend. Dus jongens, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Over kerst gesproken, daarbovenin zijn al lampjes. En ik zag dus ook al een kerstboom staan. Ik heb nu de laatste 2 vlogs natuurlijk over kerst gehad. Aangezien Ella en alleen maar kerstmuziek wil luisteren. En kerstcadeautjes wil kopen. Maar ik zag dus daarboven gewoon al iemand met kerstlampjes en een kerstboom. Ja, ik weet het niet. Maar sommige mensen in de comments zeiden inderdaad ook tegen mij van... Ja, meestal pas na Sinterklaas. En daar ben ik het ook mee eens. Maar goed, als jij lekker nu al kerstdingen wil gaan ophangen... en een kerstboom in huis wil halen... moet je dat lekker zelf weten. Maar ik doe het niet. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is de volgende dag. Alleen het is hier donker. Aangezien ik de hele dag niet heb gevlogd, want ik heb heel veel geëdit. En ik heb mezelf een beetje nieuwe dingen aangeleerd voor mijn thumbnails, waar ik heel blij mee ben. Maar Wim, ik heb laatst in de vlog, samen met Niek, ging ik gokken op een voetbalwedstrijd. Yeah. Ik heb gezegd, doe niet aan gokken, want je gaat toch nooit winnen. Maar wat heb ik gedaan en wat heb jij gedaan? Wat kan Liverpool doen? Nou, Wim en ik hebben dus allebei geld ingezet, dus op voetbal vanavond. En... Kijk, weet je, het geld wat we erop zetten, ik kan het missen. Dus als je het geld niet kan missen, moet je het sowieso niet doen. En het is ook echt niet goed, maar af en toe is het gewoon een keertje grappig. Maar ik kan dus vanavond 1600 euro winnen. Wat kan jij winnen? 250. Oh, ik ben echt zo benieuwd, hè. Normaal. Ja, ja, ja. Ik heb dus, ik vind zelf dat ik hem best wel... veilig bedje heb gezet. Ik heb op 3 wedstrijden gezegd dat ene wel of niet gaat winnen. En dan heb ik op andere wedstrijden gezet, ze gaan allebei sowieso scoren. Dus dat is, het is te doen. Het is wel spannend. Het is wel spannend, maar dat is wel... Maar er is 1 ding wat het belangrijkste is. En dat is dat die jongens daar gaan winnen. Oh ja jongens, Ajax speelt dus vanavond tegen Liverpool. Maar ja, hoe dik zou het zijn als die gaan winnen. Maar we gaan het zien jongens. Lekker avondje voetbal kijken. Jongens. Na jaren weg geweest te zijn, is hij er weer. Zeker. De man uit Amerika. How are you, mate? Good, mate. Yeah. How are you? How was the trip, you know? Oh, the trip was good, you know. Oké. Okay. Hey, jullie hebben ook een beetje gedaan. Ja, een beetje. Jij ook, Amber? Een beetje, een beetje. Oh, jullie hebben samen een beetje gedaan. Oh, cute, cute. Een paar wedstrijden. Nou, daar zitten we dan, jongens, met z'n allen op de bank. Jongens, in de laatste minuut. Oh, fuck, fuck, fuck. Alleen Barça moet nog scoren voor mij. En dan heb ik 1600 euro. Barça, come on! Oh, ik voelde dit al aankomen, Wim. Op een of andere manier. Holy shit, mijn hartslag. Maar Barça, kom op. Oh, dit is echt de laatste. Was al afgefloten, maar ze krijgen nu nog een penalty. Sorry, daar even hier. Ja, hier ook, daar ook. Ja. Uit? Nee, wacht. Hij telt niet. Hij telt niet. Ja, dan heb ik sowieso verloren. Dan hebben we verloren, Wim. Of heb jij deze niet? No offside. Oh. Nee, no goal. Nee, maar no goal. Wat? Offside, no goal. Ja, 1-1. Oh nee. En hier geeft hij wel. En hier geeft hij wel. Zeg maar, deze was dus al goed. En Willem had alleen nog maar deze gemoeten. En ze hebben nu een penalty gekregen. Dus dat zou betekenen dat Wim eigenlijk soort van had gewonnen. Oh, hier heb ik mijn beetje. Ja. Kijk, kijk. Ja, dat ligt wat op. Kom mee. Kom mee. En dan heb je net verloren. Ja, dan heb je net verloren. En dan heb je echt zin om lekker naar je bed te gaan. Kom mee. Oh, ik moet mijn bed nog gaan opmaken. Ik hoop zo dat het droog is. Nee, dit zou ik echt niet grappig vinden. Is het droog? Of is het nog... Pik, het is nog... Oh, nee. Het is nog helemaal vochtig.
Nee, dit vind ik echt niet leuk. Dit is echt niet leuk. Moet je voelen. Oh, dit is nog helemaal vochtig. Verdomme. Kijk, het is hier ook nog helemaal volgende. Ja, maar wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik hier nou mee? Ja, ik ben wel een hotelletje in de buurt. Jongens, dat moment. Ik weet niet of een paar mensen van jullie het kennen of die mensen zijn al die al zelf een bed maken. Ik hoop het wel. Maar, ja. Maar echt jongens, dat je al lekker naar je bed wil. En dat dan vervolgens je bed nog moet worden opgemaakt. En dan kijk je in de droger. En dan is het ook nog vochtig. Oh. Het is me gelukt, jongens. Ik heb wat bij elkaar gesprokkeld van dingen die ik nog had. Die nog schoon in mijn kast lagen. Maar ik weet wel dat Ella dit niet leuk gaat vinden. Want meestal dekt Ella mijn bed op. Echt helemaal top. Maar dit gaat ze niet leuk vinden. Kijk, ik heb nu zeg maar deze kleur bedovertrek. En dan heb ik deze kleur gewoon witte kussensloops. En dan heb ik van die witte kussenslopen. Maar ik weet zeker dat als Ella hier aankomt, dat ze gaat zeggen: Finn, dat meen je niet. Heb je niet die andere omgedaan? Want ja, die heb ik ook. Maar ik dacht, nou, die witte laag hier al dus. Maar ik vind het perfect zo, jongens. Ik kan lekker gaan slapen. Ik kan nog even lekker Game of Thrones kijken. Ik ben helemaal gelukkig. Maar goed jongens, ik ga lekker slapen, dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is tijd om te gaan sporten en ik heb mijn koffietje nog lekker mee, want ik moet er vandoor. En ik had nog een koffietje, dus ik dacht, ik neem hem gewoon mee. Ik heb vandaag expres lekker veel gegeten, dus twee hele kleine broodjes eigenlijk, dus eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar het gek is dat mijn maag dus gewoon heel snel vol zit nu. Sinds ik op mijn eten aan het letten ben, merk ik gewoon dat ik na twee broodjes kipfilet gewoon al helemaal vol zit. Dus dat is wel een goed teken jongens, dan blijf ik niet zoveel eten, want veel eten is ook niet goed voor je. Ik moet zeggen, ik heb echt geen zin in deze training. Ik weet natuurlijk hoe het is om afgemaakt te worden door Hidde. Oh, koffietje zo. Nee, wat ik zei, ik weet dus hoe het is om afgemaakt te worden door Hidde. En ik heb er gewoon vandaag geen zin in. Maar goed, ik ga even lekker trainen. En dan ga ik zoals altijd even langs mijn pa op de zaak. En dan heb ik vanavond een hele leuke avond. Want eerst hebben we een soort van event van JFK. Dat is een magazine voor mannen. In het Hollands Casino. Niek is er ook bij. En dan gaan we gezellig heen. En daarna gaan we uit in de superclub. Want Ruben die heeft, zeg maar, het is een nieuw concept. Het is nog steeds You and I. En You and I is de naam van het feest. In de superclub. Alleen ze hebben het nu een beetje soort van, ja, een beetje opgefrist. Dus als het goed is, wordt dit een hele leuke editie. Dus ik ga gezellig langs. Zo jongens, dat was hem weer. Ik ben kapot, maar ook weer niet ofzo. Ik ben op een hele goede manier kapot. Ik heb lekker getraind. Dus ik voel dat ik getraind. Ik ben een beetje moe. Maar wel dat ik denk van, ah, was lekker. En dat is perfect. Dus ik ga lekker naar huis. En ik moet even langs een winkel. Want ik heb een pak nodig. Ik heb een, vanavond hebben we een feest. Dus dat ik zei, een soort van event. In Hollands Casino. En het thema is dus Las Vegas Casino Black Tie. En Black Tie houdt in gewoon een zwart smoking. Een zwart smoking. Dus dat moet ik even gaan fixen nog. Want volgens mij heb ik dat niet echt. Jongens, ik heb echt na lange tijd mijn auto weer een keer door de wasstraat gehaald. Maar moet je eens even kijken. Dit komt er steeds door de wasstraat. Kijk, elke keer dezelfde puntjes. Elke keer op een andere plek. Dus ik ga gewoon niet meer langs de wasstraat. Het is echt vreselijk. Ik moet echt weer een keer mijn vel gaan fixen, jongens. Want het ziet er niet uit. Ja, het voordeel wel, jongens, is dat hij mooi schoon is. Zoals ik zei, jongens, heb ik dus een pak nodig. Nou, ik heb dus gewoon een zeg maar, een colbert. Ik heb een goed overhemd. Alleen, opeens is mijn broek weg. Echt typisch iets voor mij. Ik ben altijd op het laatste moment, moet ik weer iets hebben. Maar gelukkig zijn de winkels nog open tot 8 uur. Dus ik ga eventjes richting Amsterdam. En dan ga ik daar eventjes een broek halen voor mijn pak. Oké, jongens, top. Het is gelukt. Ik heb een mooie pantalon, een mooie zwarte broek. Dus ik ga nu eventjes tempo maken. Ga ik naar huis, ga ik even snel douchen, omkleden. En dan richting Hollands Casino. Want het is dus in Amsterdam, in het Hollands Casino. Super vette locatie, dus let's go. Kijk eens even jongens, hey. Het is me gewoon gelukt. Mooie broek, hatsa. Ja, let maar niet even op die spullen, want dat was ik allemaal aan het opruimen. Maar jongens, ik ben in pak. En ik vind dat ik er prima uitzie. Helemaal top. Ik kan helaas mijn camera niet meenemen, omdat in Hollands Casino mag je dus je camera niet meenemen. Wat ook een beetje logisch is, want anders kan je daar alles gaan filmen en zo, dat willen ze niet. Dus als ik dingetjes ga filmen, komt het op mijn telefoon. Hey, maar vind je dit nou niet moeilijk, hè? Van kratje naar sixpack? Ja, ik heb nu drankmuntjes, maar ik kan geen drink halen. Hoezo? Je kan toch water halen? Huh? Ja, het is een heel duur watertje, dat wel. Dat wel, maar fuck it. Fuck it? Fuck it. Maar 0.0 ook niet? Geen, niks. Waarom niet? Maar geen 0.0? Nee, ook geen 0.0. Waarom niet? Er zit ook veel water in. Ja, dat is waar. Dat werkt niet. Nee. Jongens, het wordt water. Dit is voor de vlog, Niek. Ja. Nee. Wacht, nee. Die zeggen dat het een Insta-story is. Nee. Voor de vlog? Nee. Niek, dit is voor de vlog. Huh? Dit is voor de vlog, zei Kijk, we hebben een leuke Polaroid. Maar daar wel een foto in. Oh, leuk. Hé, hey, Niek, ik heb dus gehoord hè, dat je dus eentje mag uit.
Ja. Ja, ik heb deze drie thuis liggen, dus kom vooral een overval plegen. Blijkbaar kun je dus ook gewoon geknipt worden en lekker bijgewerkt. Dus ik word geholpen. Helemaal goed. Wat leuk, jongens. Wat handig. Ik moet ook nodig naar de kapper. Jongens, terwijl ik lekker bij de kapper zit... Wordt gewoon geknipt in het casino. Hey, wat een avond. Ja, ik ben de cameraman, wat verwacht je dat ik nog meer zeg? Niks. Ik vraag het niks. Het is jouw vlog, jij moet praten. Hey, leuk dat jullie kijken. We gaan straks ook eventjes blackjacken en zo. Want we hebben muntjes gekregen, helemaal perfect. We gaan vanavond uit. Kan niet beter. Nice. Mag ik stoppen? Ik ga nog even abonneren. Dat is dat abonneren. Ja, doe dat. Allemaal. Hij is zo slecht gevlogen. Ik snap niet dat jullie kijken. Oké, jongens, dat was het event. Het was hartstikke leuk. En moet je kijken, jongens. Ik ben gewoon naar de kapper geweest, joh. Helemaal top. Maar goed, nu heb ik deze outfit aan. Maar nu heb ik een ander aan. Oh. En nu ben ik weer in de casual outfit met mijn sneakers aan. Let's go! Op naar de superclub. Ik ben weer thuis, jongens. Ik heb in de super heb ik niet meer gefilmd. Want we waren eigenlijk maar heel kort. Ik was er echt serieus misschien een uurtje, anderhalf uurtje en een kwartiertje. Maar het was gezellig, maar ik ben nu weer lekker thuis en ik ga lekker slapen. Dus vond je het nou een leuke video, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.